Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Lente TV. Ja, zoals jullie weten is het morgen Koningsdag en komt de koning naar de Julianatoren. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel een beetje spannend vind, want ik heb gehoord dat de koning een beetje een strenge man is. En ja, als hij het pretpark niet leuk vindt, dan zou hij natuurlijk het park kunnen sluiten, want hij is de koning. Ja, maar goed, daar moet ik niet te veel over nadenken, want zover zal het wel niet komen, want ik heb natuurlijk een prachtig lied voor hem voorbereid. En Cas en tuinman Hendrikus Groen hebben een vuurwerkshow gemaakt gisteren. Ja, al ging dat natuurlijk niet helemaal goed. Weet je wat? We gaan even kijken naar die twee. Nou, dat was echt een succes, hè? Ik wou net zeggen, dat vuurwerk was fantastisch. Ja, maar dat had een hoop geschild als die robot van jou het vuurwerk niet had afgestoken. Zo hadden we morgen voor de koning een prachtige vuurwerkshow. Is het niet beter dat die robot gewoon weggaat? Die robot is een aanwinst. Een aanwinst? Noem één ding wat die robot goed heeft gedaan. Nou, hij ruimt toch nu de vuurwerkresten op? Hij ruimt de vuurwerkresten. Hij ruimt de... Oh, wat? Nee! Wie gooit ook hete vuurwerkresten in een plastic container? Hoe verzin je het? Kijk, ik hoor iemand gillen. Dat is mevrouw Suikerspits, daar komt... Oh, mijn prachtige taart! Oh, dat heeft die robot natuurlijk gedaan. Waar is die blikkenman? Ik maak een broodtrommel van hem. Oh, moet je nou toch zien? Oh, wat verschrikkelijk, mevrouw Suikerspin. U had er zo uw best op gedaan. Heerlijk. Hé, wat voor bloem heeft u gebruikt? Bloem! Snap je? Bloem. Hendrik is groen. Oh, mevrouw Suiker, kunt u een nieuwe maken voor de koning? Ja, dat kan wel, maar ik had op deze juist zo mijn best gedaan. Hendrikus, jij snapt nu toch ook wel, die robot die moet gewoon weg. Er gebeuren veel te veel ongelukken. Ja, Cas, je hebt gelijk. Oké, okay. Mevrouw Suikerspin, succes met het maken van een nieuwe taart. Wij gaan de robot zoeken. Kom. Ja. Oh, dat is eigenlijk wel heel erg zielig voor mevrouw Suikerspin. Nou, misschien hè, is het maar ook gewoon beter als die robot gewoon weggaat, hè? Nou ja, fijn. Dan gaan we nu snel door naar het korte nieuws. Julia had een paar weken geleden een bloemzaadje geplant bij haar huisje. Nu is het een prachtige bloem geworden. Kijk eens hoe mooi. Hiep de piep, hoera! Onze enige echte tuinman Hendrikus Groen is vandaag jarig. Hij is 30 jaar geworden. Feliciteer jij hem als je hem op het park ziet? Ah ja, en dan nu een klein nieuwtje over mijzelf. Ja, zoals jullie weten ga ik voor de koning een lenteliedje zingen. En daarvoor heb ik Rapapam een kostuum laten maken. Ja, kijk eens even. Dan word ik een echte bij. Ja, want daar gaat ook het liedje over, hè. Dat we samen met z'n allen gaan vliegen als een bij in de lente. Al zoem zoem, al zoem zoem. Oh, dat gaat hij leuk vinden. Ja, en dit was het dan weer voor vandaag, hè. En morgen gaan... Cas, wat is er? Meneer Kaasgaaf, het is verschrikkelijk. We zijn de robot kwijt. Ja. Nou, dat is dan toch geluk maar ongeluk. Hoe bedoel je? Nou, hij moest weg. En nou is hij weg. Nee, dat is helemaal geen geluk bij een ongeluk. Want misschien zit hij wel verstopt. En morgen komt de koning, misschien komt hij tevoorschijn. Gaat hij allemaal rare dingen doen, dan kan de koning het pretpark sluiten. We moeten hem zoeken. Meneer Kaasgaaf, u hoort nog van ons. In de auto. Nee. O jee, dat is niet best. Dat is helemaal niet best. Jongens en meisjes, even een kleine oproep. Mocht je nou vandaag naar de Julianatoren komen, kijk dan even goed of je de robot ziet, hè? Ja, en als je hem ziet, kom dat dan even direct aan mij melden. Goed, ja, dan was dit het weer voor vandaag. En dan zijn we morgen weer terug met een nieuwe Lente TV. En dan, ja, dan hoop ik dat we de robot kunnen vinden. Nou ja, abonneer je snel op het YouTube-kanaal en kom natuurlijk deze meivakantie gezellig naar de Julianatoren. Tot morgen. Dag! Misschien in het theater.